De organisatie Hindu Media OHM heeft vanmorgen een nationale kindertekenwedstrijd georganiseerd in het Nationaal Indoor Stadion. Kinderen tussen 6 en 16 jaar van scholen uit Paramaribo, Komowijnen, Wanica en Saramaka mochten hun immigratiefantasieën en denkpatronen tekenen, onder begeleiding van kunstenaars. Dit project is mede mogelijk gemaakt door donateurs en met medewerking van de ouders. Rajan Baldeo, voorzitter OHM, zegt dat jongeren tijdens hun studie en kunst moeten aanleren voor een succesvol leven. De juryleden voor deze tekenwedstrijd waren Jules Brandvlu, Usha Bihari Singh en Shanti Ramjiawan Singh. Onder de genodigden bevonden zich onder andere de vicepresident Ashwin Adin, de districtscommissaris Mike Nerkust en de directeur van de Surinaamse postspaarbank Ginmardo Kromosuto. De nationale kindertekenwedstrijd is vandaag afgesloten met een aantal dansopvoeringen.